En jullie weten wat dat betekent. Ja, 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 ja. Daar gaat ie. Thwacky. Word a rillaboom. Hell yeah. Hey, ja, ja. En kijk eens. Impi Dimpi gaat ook gelijk evolueren naar ja, een hele lelijke Pokémon. Maar een Pokémon die we goed zouden kunnen gebruiken. Morgrum. Yo, Nintendo fans! Oké, de gym van B was misschien iets te makkelijk geworden. Omdat we Rillaboom een beetje te sterk hebben getraind. Zal ik een afspraak maken? Ik mag nu Rillaboom in deze hele aflevering niet gebruiken. Dat is de challenge, de extra challenge van deze aflevering. Dus ook niet tegen B, die hier een beetje stoer staat te doen, hier. Want volgens mij moesten we tegen hem battelen, toch? Hallo, BD'tje. Ja, ja, kijk, we moeten tegen hem battelen. Nou, ik mag dus Rillaboom in heel de aflevering niet gebruiken, want Rillaboom is een beetje te sterk geworden. What up, Diogen? Hier is mijn Heliolisk. Dude, waarom heeft hij Pokémon van level 32, terwijl ik net in de gym tegen Pokémon van level 36 heb moeten battelen? Dat vind ik wel weird eigenlijk. Parabolic Charge. Ja, hij heeft wel zijn team beter beschermd nu tegen non-physical attacks, volgens mij. Dus tegen special attacks. Maar ja, hij is wel down, de Diogen. Voor de eerste keer volgens mij dat we Heliolis gebruiken. Eens even kijken of die Hatterm ook kan slopen. Hij is in ieder geval wel super snel. Dat is echt heel relaxed. Oh, oh, ja, ja, dit gaat best wel lekker. Oké, wat gaat hij nu doen? Ik weet niet wat voor move dit was, maar het deed pijn. Kijk, met Parabolic Charge krijgen we namelijk gewoon lekker wat HP terug. De helft van de HP, het aantal dat we damage doen, zeg maar. Dus ik ben nu weer bijna full HP. En dan kunnen we hem nu gewoon afmaken. En dan krijg ik nog een klein beetje HP erbij. En dan zijn we gewoon full HP. Deze move is echt sick. Deze move vind ik echt heel nice. Het is gewoon een soort van gigadrain, maar dan de elektrische versie daarvan. Echt heel nice. En Morgrum die gaat naar level 37. Dan nu, Gotorita. Nou, ik vind het eigenlijk wel lekker gaan met Heliolisk. Zullen we anders gewoon de hele aflevering Heliolisk gebruiken? Even kijken wat hij kan. Hoppakee. Weer de helft van de HP van die Gotorita weg. Gotorita gaat voor Psybeam. Wat wel damage doet, maar niet superveel. En dan gaan wij gewoon weer de HP van Gotorita stelen. Want zo gaat dat. Kijk, hoppakee. Zijn we weer vol. En Gotorita is weg. Easy. Ja, dit gaat wel lekker hoor. Terwijl Slowpoke ook een leveltje omhoog gaat. Ik twijfel wel een beetje nu over Slowpoke, jongens. Ik weet niet zo goed of die in mijn team gaat blijven voor de rest van deze challenge. Doe een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en zet even in de reacties of jij vindt dat Slowpoke moet blijven in mijn team. Ik denk dat we wel langzamerhand een beetje overtuigd raken van Heliolisk. Want man, wat gaat die lekker, joh. Die is gewoon heel het team van BD even aan het wipen. En aan het einde van de battle zijn we ook nog gewoon full HP. Dit is echt, dit is best wel sick, man. Dit is best wel sick. Nou, BD. Tot ziens. Tot de volgende keer. Oleana en Chairman Rose worden nu natuurlijk even boos op BD om wat hij heeft gedaan. Omdat hij hier deze muur kapot probeert te maken met de Pokémon van de Chairman. En de Chairman zegt, be gone with you. Wegwezen. Ik wil niks meer met je te maken hebben. Jij noob. Duh, you must be joking. Nee, we maken geen grappie. Kapotte muur, potverdorie. En door naar Ballonlea Town. En nu komen we bij het stuk waar ik Persecutor gewoon heel erg hard voor nodig heb. Dus ik heb Persecutor maar even op de eerste plek gezet. Oh, hallo, meneer de kok. Hallo, chef kok. Dit is chef kok Derek. En chef kok Derek heeft een Milgory. En mijn Steel-type attacks zijn super effectief op Milgory. Kijk, 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 kijk. Daarom, jongens. Daarom, nu hebben jullie je antwoord. Dit is waarom Persecutor in het team is. En ik wil eigenlijk Morgrum ook wel even testen. Let's go, Morgrum. Dark Punch. Kijk, kijk. Ja, ik denk dat dit teampie wat ik nu heb wel aardig begint te worden, hoor. Ik denk dat dit wel een goed teampie is. Ik twijfel dus nu echt het meeste over Slowpoke ook gewoon eigenlijk. En dan mag Persecutor nu tegen Shinodic. Shinodic is ook echt een leuke Pokémon. Ik vind Shinodic echt tof. Maar ja, hey, tegen Steel-type moves gaat hij niks doen, hoor. Sorry. Rillaboom gaat een level omhoog. Persecutor gaat een level omhoog. En Diggersby gaat een level omhoog. Diggersby wil takedown leren. En dat ga ik niet doen. Doei, Derek. Mazzel. Op deze route heb ik natuurlijk al een Pokémon gevangen. Ik had Impi Dimpi hier gevangen. Ik weet dat die Impi Dimp heet. Maar ja, het klinkt gewoon leuker, Impi Dimpi. Die is ondertussen dus al geëvolueerd naar Morgrum. En wij moeten even onze weg zien te vinden door dit bos. En dan beginnen we in de buurt te komen van de Pokémon die in mijn Nuzlocke Challenge op Twitch mijn hele team heeft gesloopt. Dat was niet leuk. Dat was namelijk de Togekiss van Opal, de gymleader van de volgende gym. Ik ben super zenuwachtig voor Togekiss. Togekiss is namelijk echt knijtersnel. Die heeft een aantal moves waarin die je Pokémon in één keer kan slopen. Oftewel, dat wordt een ding. Al heb ik wel heel erg het gevoel dat mijn Persecutor gemaakt is om de kont te schoppen
van Togekiss. Indeedee heeft eventjes mijn attack naar beneden gebracht. Wil je dat even niet doen, Indeedee? Je gaat nu even verder met Disarming Voice. Helemaal prima. Fairy types hebben niks op mijn Persecutor. Volgens mij geeft Indeedee wel lekker veel XP trouwens. 964 XP voor Persecutor. Lekker. Ja, en deze trainster heeft nog een Indeedee. Je weet toch, zij is die OG Indeedee fan. Zij is Indeedee ambassadeur. Zij verkoopt Indeedees. Zij eet Indeedees voor breakfast. Hoppakee. Nou, hier kan je in ieder geval een Indeedee'tje opeten, want deze is down. Yo, what up, Morgrem? How you doing? Pak hem. Iron Head. Oh, one shot. Ja, het mag duidelijk zijn dat we Morgrem niet moeten inzetten tegen een Steel-type Pokémon. Ik blijf dit wel een vet bos vinden hoor, jongens. We vinden hier de TM U-turn. Ja, en dan zijn we alweer door dit bos heen. En dan komen we op mijn favoriete plek. In een Pokémon game ooit. Dit is gewoon veruit de mooiste plek in een Pokémon game ooit. Alleen deze gym. Ja, deze die heeft mij wel aardig wat pijn bezorgd. Dus laten we onze Pokémon even healen. Ja, dit blijft gewoon prachtig, jongens. Dit blijft prachtig. Ik ben benieuwd of de gym ook prachtig blijft. Yo, what up? Marnie, hoe gaat het met jou? Heb je een lekker badge binnengehaald hier? Laten we deze gym gaan doen, jongens. De gym waar de Nuzlocke Challenge op Twitch gewoon stopte. Ik ben benieuwd of we het deze keer gewoon wel kunnen gaan halen. Yo! Opalletje. Moeten weer auditie doen voor Opal, jongens. Hallo, mevrouwtje. Nou, we gaan eens even kijken of Persecutor het ook zo goed doet tegen al deze Fairy-type Pokémon hier in deze gym. Tegen Annette. En tegen deze Spritzy. Go, Persecutor. Iron Head. Ja, ja hoor. Ja hoor, dit gaat lekker. Dit gaat helemaal de goede kant op. Zo zie ik het graag. Heerlijk bezig, Persecutor. Oh, wat ben ik blij dat ik jou in mijn team heb, vriend. We hadden natuurlijk ook Stunky kunnen gebruiken in deze gym. Een Poison-type Pokémon, maar Stunky is helaas dood gegaan tegen Kaboe. Dus ja, we mogen heel blij zijn met Persecutor. Ik denk dat het anders misschien nog wel moeilijk had kunnen gaan worden. En helemaal nu met die extra challenge dat we Rillaboom natuurlijk niet mogen gebruiken. Ik bedoel, ik wil het dan ook wel nog een klein beetje moeilijker voor mezelf maken dan dat het al is. Persecutor gaat nu naar leveltje 38. En zo verslaan wij deze eerste trainster. Tijd voor nummer 2. Slopen! Oh, het is zo fijn. Een Steel-type is zo fijn. In mijn normale playthrough had ik hier Copperajah. En Copperajah maakte ze ook echt allemaal helemaal kapot met Heavy Slam. Heavy Slam is een move die doet meer damage op het moment dat je heel veel zwaarder bent dan je tegenstander. En Fairy-types zijn natuurlijk super licht. Even kijken hoor. De naam van mijn vorige trainer was Annette. Lekker, worden we weer geboost. Gaan we die Aromatize ook in één keer kapot maken? Oh, dit is echt easy street met Persecutor. Ja, en dan wordt het altijd voor de derde trainster, jongens. Dit is een perfecte auditie. Beter dan mijn auditie van Legends of Gaming. Toen lag ik al na één ronde uit. Yo, Morgrem. Oh, Morgrem gaat even fake-out doen. Die gaat mij damage doen, jongens. Oh, snap, ik heb damage gepakt. Oh, Morgrem is in ieder geval wel sneller. Die is wel een beetje blij aan het doen. Hij doet flatter. En nu ben ik confused. Kijk, dit is wel een beetje jammer, jongens. Maak hem kapot. Metal Claw op zijn hoofd. Is het genoeg? Ja, ook Metal Claw. Sloop Morgrem in één keer. Nice. Dan nu. Gardevoir. Oh, Gardevoir is wel vervelend. Misschien moet ik nu maar gewoon even switchen. Heel even switchen naar Diggersby. Of kent Gardevoir nog een grass move? Oh, dat zou wel echt super naar zijn. Oh, laten we het niet hopen, jongens. Laten we het niet hopen. Ik doe even dig. Dazzling Gleam doet hij. Nee, nee. Dat is geen grass move in ieder geval. Dat is een fairy type move. Hopelijk doet hij nu ook geen grass type move. Mystical Fire? Je kent een fire move? Hoe kom je daaraan? Waarom ken je opeens een vuur move? Oké, dat wist ik niet. Wel sick. Ja, Gardevoir is wel echt een sick Pokémon. Ik denk dat het wel een van de betere Pokémon is die er bestaat zelfs. Maar ook die gaan we gewoon slopen. Ja hoor, twee keer dik erbovenop. En Gardevoir is ook weg. En daarmee gaan Diggersby, Slowpoke en Heliolisk allemaal naar level 39. Yo, doei doei. Ga jij maar even van het podium af, mevrouwtje. En dit was het. We mogen door naar Opal. Ah, jongens, let's go. Ik denk dat ik ready ben. Maar ik ben wel serieus een beetje bang voor Togekiss. In de volgende aflevering gaan we er naar kijken hoe ik het er vanaf ga brengen tegen Opal. Of het me gaat lukken om die Togekiss te verslaan. Doe een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. En wil je mijn live zien? Gamen, volg me op twitch.tv/rickertune. Dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Mazzel!